1200 handtekeningen hebben ze opgehaald. Heb je het gelezen? Ja. 1200 handtekeningen voor een petitie. Ja, bij de VVD. Ja, dus om de VVD-top te laten weten, dat is dan de petitie, hè, dat ze het niet eens zijn met de samenwerking met de PVV. Ja, en daar komen ze nu mee. Dus daar komt, die 1200 van de VVD, die komen daar nu mee. Hé, de formatie die heeft maar, weet ik veel, 6 of 7 maanden geduurd. Toen heb je al die maanden de tijd gehad om even te laten weten, jongens, dit lijkt ons geen goed idee. Nee, we wachten tot het kabinet daar is en dan schrijven we een petitie om dat te laten weten. Is het, hey, beetje te laat? Hou op zeg. Waar slaat dat nou op? Weet je wat jullie hadden moeten doen? Net hebben we dat bericht gezien. Het bericht over het asielbeleid. Heb je dat allemaal keurig gelezen? Wat daar stond. Het was al 1,6 miljard voor het asiel. Dat is al ongelooflijk bedrag. En dat is gestegen in de afgelopen tijd naar 2,7 miljard. En dat komt allemaal omdat die asielzoekers, en dat heeft mede de VVD allemaal gedaan. De VVD, die hebben al die asielzoekers in hotels gestopt. Dat kost per asielzoeker maar €91.000 per jaar. Ha! Hoe weet je hem? Dat zijn dingen waar jullie je over moeten opwinden. En waar jullie je mee bezig moeten houden. Ja, daar had je een petitie over moeten indienen.